In vierde nationale van het veldvoetbal was het D-Day voor Tessport uit de Senderlo en de City Pirates uit Merksem. De thuisploeg kon bij winst promoveren naar de amateurliga, wat meteen de tweede promotie op rij zou zijn. En de City Pirates mochten dan wel verliezen, al mocht dat niet met te veel doelpunten zijn, want zij voelden de hete adem van Leopoldsburg in de nek. Meer dan 1500 toeschouwers waren getuigen onder een stralende zon van een zenuwachtig begin van de wedstrijd. En het zijn de bezoekers die een eerste grote mogelijkheid krijgen. We spelen 23 minuten wanneer ze alleen op doel afgaan, maar Gijsens geeft geen krimp. In de 33ste minuut ontploft het thuispubliek wanneer na een lang uitgesponnen aanval Marijn Convens op kracht door de bezoekende defensie beukt en de 1-0 tegen de netten trapt. Twee minuten voor de koffiepauze mag de thuisploeg nog een hoekschop nemen. Over alles en iedereen, met een slecht schot tot gevolg. Maar de bal komt terug voor doel. En het is Gregory Willems die op schitterende wijze de 2-0 op het scorebord zet. Meteen de rust scoren. De tweede helft heeft niet veel meer om het lijf, de thuisploeg moet niet meer en voor de bezoekers is het ook goed geweest. Leopoldsburg staat wel 2-0 voor, maar moeten nog tweemaal scoren, willen ze naar de eindronde. In de laatste 6 minuten van deze wedstrijd hebben de bezoekers 99% bezit, alleen was die 1% voor de thuisploeg genoeg om de 3-0 eindscore op het bord te zetten. Het is Bram Poel die de bal binnentrapt. Voor de bezoekers was het dan nog even bang afwachten of er nog gescoord werd in Leopoldsburg. Maar dat werd niet meer gedaan. En zo promoveert Tessport voor de tweede maal op rij en spelen de Piraten uit Merksem de eindronde. Het is inderdaad gelukt en dat was ook oververdiend denk ik, dus mooi. Het was een goede wedstrijd, veel publiek. Het was misschien verwacht? Zoals ik zeg, zeker en vast verdiend. Verwacht is altijd moeilijk en zeker een ploeg als City Pirates, die hebben toch een degelijke ploeg. Hij weet echt niet wat man zeggen is. Voilà. En de sfeer is het ook duidelijk goed hè? Ja, de sfeer is het hele seizoen. Topper! De sfeer is heel goed geweest dit seizoen. Dat is ook natuurlijk heeft een bijdrage naar deze promotie toe. Maar zoals verwacht, zoals je zojuist vroeg, is. Verwacht wel op basis van de rest van het seizoen. Denk dat we zeker en vast aanspraak maken over die promotieplaats. Dus zeker en vast. Het is een heel gek gevoel. Hè. Normaal na een nederlaag kan je niet vieren. Vandaag doen we dat wel. Maar we mogen niet vergeten dat we vandaag verliezen, maar dat we de weken ervoor heel hard geknokt hebben om in die top 7 te komen. En vandaag vallen de puzzelstukjes goed op de andere velden en zo halen we het nog.